Zo meneer, zou ik even masseren? Ja man. Ontspan. Je hebt veel stress hè? Ja, het voelt ook een beetje vast allemaal. Ja, het zit helemaal vast. Ja, shit. Je moet bij me langskomen. Elke dag voor ja. 75 euro per minuut. Oh ja. Okay. Anders blijf je vastzitten. Ja, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Maar dit voelt goed hè? Ja, dit voelt wel lekker. Dit voelt goed. Voel je ook echt dat de spier helemaal ja, vast zit? Ja, helemaal vast. Je kan niet een slecht voedingsprogramma compenseren met heel hard trainen. Dat is hetzelfde dat je niet een massagebehandeling of fysiotherapiebehandeling kan gebruiken om blessures te voorkomen als je slecht blijft trainen met een slechte techniek. Wat ik hier bijvoorbeeld doe is een voorbereidende oefening voor een diepe squat. Dit is een wall squat. Ik heb een elastiek vast en die heb ik redelijk smal vast met mijn armen gestrekt boven mijn hoofd. En dat zorgt ervoor dat mijn bovenlichaam in combinatie met mijn heup wordt gestretcht. En ik moet echt kracht leveren om zo diep te zakken in die stretchoefening. En dit is voorwaardescheppend om het vervolgens weer sterk te maken met de high bar back squat. En in die squat zit een verschil in range of motion. Want je ziet hier rechts maak ik echt een diepe squat. En links maak ik een minder diepe squat met veel meer gewicht. Dus er is een verschil in doelstelling hier. Nou, als je dus een grotere range of motion wil, dus een grotere bewegingsuitslag, kan je dit soort oefeningen doen. Waarbij je dus voorbereidt op de grote krachtoefening. Hier links doe ik een oefening voor mijn bilspier, om dat dus maximaal te contraheren, maximaal aan te spannen. Kleiner kan de beweging niet. En de andere kant rek ik de tegenovergestelde spier rek ik op. Dus rechts zet ik mijn knie tegen de muur en ik duw mijn heup naar voren en ik maak met kracht maak ik het soepel. Wat dus mijn squat soepeler maakt. Wat vervolgens weer belangrijk is, is dat ik dus deze soepelheid weer overbreng naar kracht met maximaal gewicht. En deze diepte, die wil ik dan ook echt trainen tot ik niet meer kan. Want mijn lichaam echt prikkelen, dat zorgt voor een adaptieve reconstructie. En een adaptatie is dat ik moet wennen aan iets wat ik eerst nog niet kon. Dat is dus 10 herhalingen in plaats van 9. En daarvoor moet ik dus doorgaan tot ik niet meer kan wat ik hier doe. Dit combineren is geweldig.